Nou Gerard, je hebt je kar open gegooid, er staat gelijk al een eerste klant. En dat is de burgemeester. En die gaan we nu de schaar overhandigen. Ik droomde vannacht dat ik met deze schaar klaar stond om het lint door te knippen. En dat er plotseling vanuit de richting Vlaardingen iemand heel hard aankwam fietsen. Een grote grijze krullenbol. Wie was dat? Dat was mijn collega Tjerk Bruinsma. Hij keek heel nijdig en hij rukte mij de schaar uit de vingers. En die zei, niks ervan, jij bent van de jenever. Ik ben van de haring. Als er een haringkraam moet worden gekomen, doe ik dat. Dus ik was helemaal perplex, ik was helemaal verbluft. Want ik kan heel goed met hem opschieten altijd. Dus verbaasde me weer. Ik was meteen klaar wakker. En ik dacht, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Straks staat hij er morgen echt. Wie zal het zeggen? Dus ik dacht, nou weet je wat. Ik heb een tijdje geleden een mooi ereteken van hem gekregen. Zo'n mooie zilveren haring. Ik dacht, die doe ik op. Dan ben ik in elk geval een beetje geautoriseerd als ik deze officiële daad verricht. Maar ik dacht, ik doe nog wat om hem mild te stemmen. Want ja, hij zal maar komen. Het kan maar zo. Hè. Dan krijg je zo'n scène. Ik dacht, ik zal hem ook mild stemmen met iets lekkers. Ik dacht, als ik van een haring hou, dan moet hij wel van jenever houden. Hè? Over en weer. Dus ik heb ook een klein platvinkje meegenomen. Hè? Echte Schiedam. En ik dacht, als hij nou komt, dan kunnen we een beetje verbroederen. Dan maken we dit flesje open. En dan nemen we samen een slok. Alleen hij is er niet. Nee, hij is er echt niet. Nou, misschien wil dit even vasthouden. Dan denk ik dat we samen maar even op de toekomst moeten drinken. Ja. Want ik heb uit mijn survival kit heb ik ook dit meegenomen. En dat is het volgende. Zo. Een bekertje. En als u hem nou even vol schenkt, dan gaan wij samen drinken op de nieuwe haring. Nou, dat is heel goed. Proost. Proost. U mag eerst. Ah. Zo, blijft er nog wat over. De rest van mij, we drinken het samen op. Uitstekend. Ah, shit. Heerlijk. Prima. Lekker. Niks mis mee. Nou, dan gaan we nu knippen. Juist, het moment. Ja. Allemaal ja knippen. Even kijken hoor. Jongens, even lachen. Hey, even lachen. Hey. Even omdraaien. Hey. Het is wel zonde, hè? Maar ja. Ja, dat maakt niet uit. Hey. 1, 2, daar gaat ie. Ja. 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 Daar is een beetje bot. Ja. Hebben jullie al zin in haring? Oh, ook heb je een honger. Echt heel hard gewerkt vandaag. Ik heb nou wel echt trek in een haringje. Gerard, het is toch een beetje rauwe vis eten, hè, haring? Ja, dat klopt. Maar zodra het weer voorjaar wordt, ja, krijg je de kriebels weer van, ik heb dat zout nodig. Dat is zoiets lekkers, zeg maar. Ja, dan kijken de mensen gewoon naar uit. En zeker in de maand mei, als weer wat mooier weer wordt, dan het hoort er gewoon bij. Maar het blijft zo raar, hè? Het is toch een soort van rauwe vis, hè? Je gaat toch ook geen kabeljauw rauw eten? En haring wel? Ja, dat is onverklaarbaar. Dat is gewoon de natuur, zeg maar. Dat is niet te verklaren. Natuurlijke rijping. Het is heel de smaak van de haring. Ja, je proeft gewoon de zee als je hem in je mond hebt, zeg maar. Die heb je echt naartoe geleefd, hè, deze dagen? Ja, de hele maand april, mei ben je in feite volop bezig met de haringperiode. Hoe gaan ze worden, hoe groot zijn ze, hoe vet zijn ze. Ja. En dan haal je dus allemaal plastic vaatjes van 10 liter binnen of zo, is dat wat je doet? Ja, het zijn allemaal emmertjes haring. De een zit er zeg maar 40, de ander weer 50, 55. Ja, die worden dan gesorteerd en qua vetgehalte, zeg maar de lekkerste en de vetste die komen naar mij toe, de kleinste. Omdat ik die graag wil hebben, want die vinden de Schiedammers weer erg lekker. Vindt die lekker? Nee, ziet er niet uit. Sorry. Ken je ook een haringlied pingelen? Nee, dat gaat me niet lukken. Nee, ik zou niet weten hoe ik dat moest doen. Waar haal je die haring? Die komen uit Katwijk vandaan. Katwijk. Dat is zeg maar de beste leverancier van heel Nederland, zeg maar. Daar gaan wij binnenkort samen heen. Ja, dan gaan we er samen heen en dan zullen we er samen eens een paar gaan proeven daar. Is dat afgesproken?
Dat doen wij. Hier staan we dan bij het monument van, ja, van de nieuwjaarsbrand 2001, zoals je ziet. Ja, helaas ligt het hier. Je ziet het, ter herinnering aan de ramp. Ja, water en vuur. Ook je oorsprong hier in Volendam? Ja, ik ben hier zelf geboren. Toen ik 2 jaar oud was, zijn mijn ouders op zoek gegaan naar een viswinkel. Zijn ze eerst in Den Haag gaan zoeken. Vond mijn vader niet zo'n leuke stad. Kreeg hij een tip van in Schiedam, is er nog iets beschikbaar? Nou, ik kwam op het Rubensplein en zag, ja, een heel mooi pleintje. En dacht, ja, hier wil ik mijn vis gaan verkopen. En welk jaar was dat dan? Dat is in maart 1965 geweest. En ging dat dan ook gelijk goed, zo toen je daar neerstreek? Nee, het eerste jaar heeft heel veel pech gehad. De haringworm, ja, waardoor van de een op de andere dag de haringverkoop wegviel. Ja. Ja, je hebt ook opstartproblemen. Even voor de kijkers, wat zijn haringwormen? Vroeger gingen de haringen, zeg maar, in grote houten tonnen in de Pekel, zeg maar. En vanuit daar werden ze in emmetjes gedaan, maar nog niet ingevroren. Okay. En ja, daar kreeg je weer haringwormen door. Nou hebben we van de zomer... Hebben je gefilmd dat het haringseizoen werd geopend. Hè? De burgemeester die nam zijn eerste hap. Dat is nu een beetje over, hè? Het haringseizoen is nu ten einde, zeg maar. Dat is nu voorbij. En nu gaan de mensen zich weer meer richten op warme vis, verse vis, mosseltjes en noem maar op. En daarom zijn we hier in Volendam. Straks gaan we even naar een bedrijf. Ga jij inkopen? Wat ga je daar dan allemaal inkopen? Onder andere paling, lekkere schieraal gaan we halen, wat kippetjes, wat zalm misschien, voor alles een beetje, zeg maar. Ja. Ik wil het echt hier vandaan hebben, want ja, hier is alles nog goed, hier is alles nog lekker en bij ons in de regio, met alle respect, vind ik het toch wat minder, de kwaliteit. Ja. En het is hier gewoon nog goed en hoog. Okay.
Dus ja, vandaar dat ik altijd één keer in de maand hier naartoe ga om zelf even mijn rommel uit te zoeken. En meestal komt het dan per vrachtwagen naar Schiedam. Ik wil het zelf ook wel eens halen, want ja, het is erg leuk natuurlijk om hier rond te lopen. Je hebt iets met vissen? Ja, het is, ja, daar groei je mee op. Ik was 2 jaar oud en daar lag je in de achterkamer tussen de school en de panharing in, zeg maar. Ja. Dus ja, zo ging dat vroeger. We gaan even koffie drinken en daarna gaan we even, vis inkopen. Ja, dan gaan we eerst even een bakje koffie doen op de dijk en dan gaan we eens even in de rokerij neuzen. Nou, we staan hier voor een bak met water. Ja, ik zie nog helemaal geen paling. Ja, maar die zitten er wel in. Ja. Wat is het, kweekpaling? Het is kweekpaling. Wordt hier in Nederland wordt dat gekweekt. Ja. Dus de glasaal die komt in Nederland binnen, die wordt opgekweekt. En daar, op een gegeven moment als ze oud genoeg zijn en dik genoeg en vet genoeg, dan krijgen wij ze. Netjes afgezwommen en wel. Schone paling. Hoe zit het met de glasaal in Nederland nu? De glashaal is mondjesmaat verradig, heel duur. 3-4 keer zo duur als 2 jaar terug. Dus prijzen zijn heel hoog. Dus de paling komt niet meer uit het IJsselmeer? Alleen in de zomermaanden wordt er heel mondjesmaat nog gevangen. Het is heel mooie en lekkere kwaliteit, alleen zeldzaam aan het worden. Dus dat raakt helemaal over. Gerard, gaat jouw hartje sneller van kloppen? Nou, van deze dikke paling niet hoor, maar van die schieraaltjes wat hij net vertelt, dat is zo erg lekker. Dat, ja, daar kan niks tegenop. Dat is top. Ja, Gerard, we staan hier op een garnalenafdeling binnen het bedrijf hier in Volendam. Ja, zout water is dat hoor. Dat komt volgens mij niet uit het IJsselmeer. Nee, deze garnalen komen allemaal uit de Noordzee vandaan. En dan gaan ze naar Marokko toe, dan worden ze dan gepeild. En binnen 5 dagen zijn ze dan terug. En hier op Volendam ja, wordt het dan afgewogen en dan ja, gaat het hele land door. Want vroeger hadden we hier pijlmachines in Volendam. Maar het is allemaal zo duur geworden dat dat is niet meer te doen. Dus het gebeurt nu tegenwoordig allemaal in Marokko. En dan wordt het keurig niks schoongemaakt en ja, zijn ze ook nog lekker. En zeer goed geschikt voor consumptie. En jij koopt ook je garnalen hier in Volendam? Ja, altijd Hollandse garnalen hier op Volendam. Makreel op Volendam, paling op Volendam. Ja, het is gewoon het beste wat we hier te krijgen van. U bent aan het sprotjes knippen, hè? Wordt het nog gegeten, sprotjes? Ja, zeker. Heel veel. Wie eet het dan? Vooral in België. Dus de Belgen eten dat? De Belgen eten dat heel veel. En bij ons hier zo in Nederland ook. En worden die gebakken dan? Nee, dit is gerookte sprot. Ja. Er zit er ook mee. Het zijn zoute sprotjes. Het is een soort zout haring. Zout sprot. Een soort mini-haringjes. Ja, ja, ja. De platen, bevroren makreel ingestort. Dan wordt het met bronwater worden ze ontdooid. Binnen de 24 uur. Ja. En binnen de 24 uur, zoals je zo zien, worden ze gestript, verwerkt, opgehangen, gerookt. En ongeveer binnen 36 uur later liggen ze bij de klant. Moet je even je vinger in stoppen, Mieme? Nou, hier zie je de gewassen palingen de rokerij in gaan. En dan blijven ze een aantal uren inhangen, zeg maar. Ja, tot ze klaar zijn. Een heel eenvoudig proces, zeg maar. Ja, hoe lang het precies duurt, weet ik niet. Ik zal het aan de meneer hiernaast me vragen. Hoe lang blijft het daar nou in? Het is het geheim van de smid. Nou, dat wordt dus niet verteld, dat hoor je. Nou.
Waaraan kan je zien of die goed is? Ja. Waar kan je dat aan zien? Ja. Of hij niet zo rood meer is van binnen, is hij goed gaar. Je bent hem aan het proeven. Jij weet al wat jij gaat kopen zo. Ja, ik heb hier van de zalmloper snoepen, zoals je zag. Hier van de EK-blokjes noemen ze dit. Dat zijn de afsnijsels dan. Dus van de zalm neem ik een doosje mee. Kippertjes neem ik een doosje mee. Nou, die blokjes dan niet. Dat is makreeltjes. Ja, dan wat heerlijke paling. En nu ga ik even bij de gefileerde makreel kijken bij hem. Wat hij daar nog heeft liggen, want dat ziet er ook erg mooi uit, zie ik. Misschien dat je even mee wil lopen. Kijken we samen even. Hier hebben we de pepermakreeltjes, zie ik. En dit zijn dan naturel. Ja, daar sta je dan in je regenjas, hè? Waar is je pet? Ja, die heb ik in mijn zak gestopt, want we lijken wel een stel, hè? Nou ja, alles is weer binnen en we kunnen weer gaan, denk ik. Ja. Je gaat ook wel paling kopen, hè? Ja, paling. Dat hebben ze netjes ingepakt voor me. Het proces hebben we net gezien hoe het allemaal ging. Dus ik heb paling bij me, makreeltjes. Ja, noem maar op. Kibbeling meegenomen. Wat zalm meegenomen. Hollandse garnalen. Gerookte zalm. Dus ja, dan kunnen we weer smullen in Schiedam. Okay. Hartstikke bedankt. Jij ook. En tot de volgende week weer. Tot ziens. Doei.